Ibrahim, first of all, welcome at the club. Welcome here at AZ. How is it to be here finally? I'm so happy. I'm so happy. And thanks for having me here. And I'm happy to be here. And it's like a dream come true because I've been like wanted to be here. And like I know like they've been like hunting on me. And now it's done here and I'm here. So I'm so happy to be here. I saw you called your mom just a moment ago. That was also a beautiful moment to see. Yeah. And like me and my mom, like we have like history and stuff, and like of course, like you know, moms and stuff. Like she would be like, be in school, and then after like she saw me in TV, she was like, go and play what you want to do, do what you want to do, and then like me, coming to Holland, I have to call her to a team like AZ like this. I have to call her so that she will see and like. I should be happy, so it's like touching to call it and see her smile. Did she also give you advice in going here to AZ? Yeah. I called her and then she was like, I was like, mom, I'm coming to a team that has been hunting me a lot. They really, really like want me to come, and then it's time. And I was like, so what do you think? She was like, my son, go with your heart. And then I came, and then I think I have a good feeling that it will like have a we will have a fun like we have fun here. Max, je hebt er een speler bijgekregen nog in de slotfase van de transferperiode. Ibrahim Sadiq, wat kan je vertellen over deze aanvaller? Nou, dat hij uit de Zweedse competitie komt. Hij komt van BK Häcken, een wat kleinere club in de Zweedse competitie die ja, de laatste jaren hele goede resultaten boekt. Vorig jaar kampioen zijn geworden. Met een heel laag budget, maar dat wel doen ook weer met het slim inkopen van spelers, het slim scouten van spelers. En daar is Ibrahim er één van geweest. Die hebben zij een aantal jaren terug hebben ze die kunnen halen. Heeft nu 2 jaar heeft hij constant gepresteerd in het eerste van Häcken. Mede een hele belangrijke rol gehad in het behalen van het kampioenschap, wat ik zo net aangaf. Ja, en bij ons natuurlijk ook op de radar gekomen. En ja, en uiteindelijk wilden wij heel graag na het vertrek van Jesper er nog een aanvaller bij hebben. Dat is de reden geweest dat we natuurlijk hebben doorgepakt met Ibrahim. Ja, is dat dan ook speciaal iemand die op de positie van Jesper kan of kan die op meer plekken uit de voeten? Nou, Ibrahim is meer vanaf de rechterkant heeft hij zijn wedstrijden gespeeld. Ook wel in de spits als nummer 9. Hij zou eventueel op links kunnen spelen, maar daar zijn wij natuurlijk ook goed bezet op dit moment. Maar het is een jongen die specifiek wel ook voor de rechterkant en / spitspositie is gehaald. Ja, wat kan je dan zeggen over de breedte van de voorhoede nu op dit moment met de aanvulling van Ibrahim? Wat je met name ziet nu in de beginfase en in de voorbereiding is dat doordat we gewoon heel veel keuze hebben voorin, heel veel kwaliteit hebben, is dat je in een wedstrijd makkelijk nog dingen kan aanpassen. Op het moment dat de wedstrijd wat op slot zit, dat je er ook aanvallers in kan brengen. Die het verschil kunnen maken, de wedstrijd kunnen doen draaien. Nou, dat hebben we natuurlijk nu al een aantal keren gezien. En dat is uiteindelijk wat je wil. Als je veel wedstrijden gaat spelen, in meerdere competities actief wil zijn, dan zul je ook in de breedte zul je heel sterk moeten zijn. En wie er dan ook start, of wie er dan ook op de bank begint. Het moet zo zijn dat op het moment dat de spelers inkomen, dat je niet naar beneden gaat qua niveau. Maar dat je minimaal gelijkwaardig blijft en misschien soms zelfs wel iets er beter van wordt. Dus dat denken we dat we hebben bereikt met Ibrahim erbij. Dan gaan we gewoon heel veel kwaliteit toegevoegd aan de voorhoede. Final question, because I see your name, of course, Ibrahim Sadiq. Sadiq is your last name. But I saw your shirt. You play with Ibrahim. Yeah. Can you tell us why? There's no like reason why. Just I feel like I started with Ibrahim. Mm-hmm. And then I'm like, I just wanted to stick with it, and I was still with my mom. She was like, stick with that name. Although like I have a history that although like Ibrahim is what I use, and like that was what some of my fans know. So there's no like any story from behind, there's no meaning from it, just my name that I want to use.